Als we niet goed in ons vel zitten, grijpen we vaak naar comfortfood. Maar wist je dat je geheugen al trager wordt na 5 dagen heel vet eten? En dat niet alleen als je heel veel chips en chocolade, maar ook kant-en-klaar soepen en bepaalde ontbijtgranen eet, heb je 31% meer kans op een depressie. Dit soort eten zorgt namelijk voor meer slechte bacteriën in je darmen. Je darmen zitten vol bacteriën, je darmflora. Daar zitten goede en slechte bacteriën tussen. Dat is normaal en bij iedereen zo. Als je veel ongezond voedsel eet, dan verandert de balans van goede en slechte bacteriën. En dat kan invloed hebben op hoe je je voelt. Als je gezond eet, heb je meer van die goede bacteriën in je darmen. Die bacteriën maken 2 stofjes. Serotonine, een geluksstofje, en een stofje dat erop lijkt, een pregeluksstofje. Deze 2 stofjes gaan via de bloedbaan naar de hersenen. In je hersenen wordt dat pregelukstofje omgezet in hetzelfde gelukstofje. En dat is belangrijk om je blij te kunnen voelen. Als je ongezond eet, heb je onder andere minder van die goede bacteriën en dus ook minder van dat gelukstofje. Daar komt nog eens bij dat als je heel veel ongezond eten eet, je meer slechte bacteriën hebt. En die geven ook een signaal via je bloed aan je brein. Hierdoor wordt het pregelukstofje niet omgezet in het gelukstofje, maar juist in een stofje dat giftig is voor je brein. Sommige hersencellen gaan hierdoor zelfs dood. Je hersenen raken dus beschadigd en je hebt minder van het gelukstofje. Resultaat? Een hoger risico op depressie. Dit werd onder andere onderzocht door de darmbacteriën en de depressieve klachten van meer dan 3000 proefpersonen in kaart te brengen. Daarbij zagen ze inderdaad dat mensen met een depressie een andere darmflora hadden dan mensen zonder een depressie. De kans op een depressie hangt dus samen met je voeding. Maar de vraag blijft, zorgt ongezonde voeding voor een depressie? Of ben je depressief en ga je daardoor ongezonder eten? In de praktijk zien we dat het allebei de kanten opwerkt. Onderzoek laat inderdaad zien dat mensen met een depressie ongezonder gaan eten. En andersom werkt het ook, weten we uit het onderzoek bij ratten. In dit onderzoek werden de darmbacteriën van depressieve mensen in ratten geplaatst. En wat bleek? De gezonde ratten werden depressief. Je kunt ratten natuurlijk niet vragen hoe ze zich voelen, maar een manier om toch depressie te meten in ratten is door ratten over balken te laten lopen. De onderzoekers zagen namelijk dat de ratten met de slechte bacteriën angstiger waren. Ze bleven vooral op de veilige en beschutte balken. Terwijl gezonde ratten ook best af en toe het gevaar opzoeken en de balken zonder beschutting ontdekken. Het experiment liet dus zien dat de ratten daadwerkelijk depressief werden door de slechte bacteriën in hun darmen. Wat moet je eigenlijk dan eten om genoeg van die goede bacteriën in je darmen te hebben? Eigenlijk zit je met het mediterrane dieet al heel goed. Veel vers fruit en groenten, peulvruchten, noten, volkoren producten zoals volkorenbrood, olijfolie, vis, zuivel en een beetje vlees. En dat het werkt, zagen we in een onderzoek waarbij mensen met een depressie het mediterrane dieet kregen voorgeschoteld. Depressieve klachten werden gemeten met een vragenlijst. Deelnemers beantwoordden vragen over bijvoorbeeld sombere gevoelens, angst, maar ook geen initiatief kunnen nemen. Hoe depressiever iemand zich voelt, hoe hoger de score. Dat zie je hier op de y-as. Voordat de mensen aan het mediterrane dieet begonnen, was hun score vrij hoog. Na 3 maanden het mediterrane dieet was die score een stuk lager. De depressieve klachten namen af met 45%. Dat is een stuk meer dan wanneer je het mediterrane dieet niet geeft en gewoon afwacht. En dat niet alleen, de grens voor een ernstige depressie ligt bij deze stippellijn. Door het mediterrane dieet had de gemiddelde proefpersoon geen ernstige depressie meer. Om de bacteriën in je darmen een extra boost te geven, kun je voeding eten met bacteriën. Probiotica. Nu denk je misschien aan Yakult, maar ook producten als yoghurt, kimchi of zuurkool bevatten deze bacteriën. Onder de microscoop zie je dat daar ook bacteriën in zitten. Nu hoor ik je denken, mag ik dan nooit meer iets lekkers eten? Ik kan je geruststellen, van af en toe een stuk chocola word je echt niet depressief. En ook niet als je af en toe een hele reep eet. Maar als je over het algemeen veel ongezonde en bewerkte producten eet, zoals bijvoorbeeld chips of kant-en-klaar maaltijden, dan is je risico op een depressie wel echt hoger.
Leuk dat je de video hebt bekeken. Mocht je last hebben van depressieve klachten, neem dan contact op met je huisarts. Die kan je verder helpen.